Proflora et Securitate. Voor de bloemen en de veiligheid. Het doet mij enorm veel deugd om het Hoogleraarschap Delfland vandaag deze onderscheiding te kunnen uitreiken. Omdat zij op een manier laten zien dat je op een andere manier van beheer van je dijk ook een enorme impuls kunt geven aan de versterking van de biodiversiteit, de versterking van de dijk zelf. En op die manier kan zorgen dat eigenlijk je het beste doet met dat wat je gegeven is. Het doet me heel veel deugd om de onderscheiding uit te reiken en ik zal hem nu ook doorgeven. Helaas niet ter plaatse, maar ik geef hem nu virtueel door aan Peter. Dankjewel Erik. Heel fijn om deze prijs nu door jou symbolisch overhandigd te krijgen. En ik ben blij dat ondanks er nu niet direct van een bloemrijke dijk sprake is, dat waterschap de Dommel deze prijs aan Delfland heeft toegekend. Want door de duinen te laten beglazen door geiten en schapen, krijgen we niet alleen een sterkere zeewering, maar ontstaat er ook een habitat die uitstekend geschikt is voor de groei en bloei van zeldzame en kwetsbare gras- en bloemsoorten. Maar niet alleen de prachtige wilde orchidee, ook beschermde diersoorten, zoals de zandhagedis en de rugstreeppad, gedijen in die kaalgevreten zandvlaktes die onze trouwe werknemers daar achterlaten. De schapen en de herders van grazen populair voor het lage kruid en de geiten en hun gedreven hoeders van de Willemshoeven van Cederlo. Fijn om ook hun inzet op deze wijze te waarderen. Nou, dankjewel Peter Ouwendijk voor deze mooie medailles. We zijn hier heel blij mee. Het is een super mooi project voor onze jongens en meiden in de duinen. Ze leren voor de dieren zorgen. Ze leren een sociaal praatje te maken met bezoekers die langs het hek lopen. Ze vertellen wat ze doen, wat de dieren hier doen. Het is een super mooie prijs die we gewonnen hebben. Nou, de jongens en meiden die vinden het een super leuk project. We zeggen altijd, het zijn de dieren van ons allemaal. Wij leren ze hier om op een goede manier voor de dieren te zorgen en ze in dat begrazingsproces mee te nemen. Vinden jullie dit een leuk project? Ja. Ja! Nu gaan we de medaille ophangen bij een van onze geiten. De dieren hebben de medaille gewonnen en zoals je ziet heb je hem nu om. Hij is er heel trots mee, hè? Ja! We begrazen hier met Nederlandse landgeiten, dat is een oud-Hollands ras, en met heideschapen. En de combinatie tussen de schapen en de geiten is perfect, omdat ze allebei een ander begraasgedrag hebben en elkaar stimuleren in wat ze eten. En wat doen ze hier? Ze eten de ongewenste begroeiing, eten ze weg, zoals de Japanse duizendknoop, de rimpelroos, maar ook in de winter vooral de duindorens. En zo houden ze het duingebied weer een beetje open. We willen het Hoogheemraadschap bedanken dat we dit project mogen doen. Dus, bij deze hartelijk bedankt namens ons allemaal.